Hi, ik ben Zubaida, ik ben 13 jaar oud en ik kom uit Libanon. Ik vind het jammer dat AZ Den Helder gaat sluiten en ik ben hier eigenlijk opgegroeid. Ik was 7 of 6 toen ik hier kwam en ik ben nu 13. En ik vind het jammer, want ik ben hier opgegroeid en precies net als mijn vorige AZ, daar was ik 3, 4 jaar. En daar was ik ook opgegroeid en daarna hier. En als we naar een andere AC gaan, dan word ik ook nog ouder en ouder. En ik vind dit wel jammer, maar mijn droom is om verblijfsvergunning te krijgen en snel naar een huis te gaan in plaats van naar een moeilijke situatie te gaan en weer opnieuw te beginnen. En ik heb ook een vriendin, Irina, die ken ik 8 jaar. En haar ook verlaten is ook moeilijk, want ik ken haar 8 jaar en ze is mijn beste vriendin. En 8 jaar is niet zomaar vriendschap. 8 jaar is wel groot vriendschap. En dat is wel moeilijk om haar laten gaan. En ik ga naar Andra zet en zij ook. En we komen niet bij elkaar terecht. En via telefoon, gewoon via beeld kijken, is niet zo. Niet, dat betekent niet zoveel, maar wel zien dat ze oké is en zo, maar ik zou wel haar echt voor me zien. En ja, ik ga haar ook missen. En ik ga ook mensen missen van wie ik hou. En ja, ik vind het wel jammer dat deze aan zich sluiten. En ik hoop dat ik verblijfsvergunning krijg en een mooie toekomst krijg. Dreams come true. Nou, mijn droom is dat een verblijfsvergunning te krijgen, dat als eerst, en een mooie toekomst krijgen. En je moet ook in je droom geloven en vechten wat je wilt worden en vecht waar je in gelooft. En geloof wat je wilt worden. Geloof in je dromen. Geloof ook in jezelf en vecht ervoor. Vecht voor wat je wilt. En ja, peace.